Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen en vandaag ben ik hier weer met de nieuwe Kingdom Tour van Kingdom Fenrir op onze bouwserver. En achter mij zie je ook een heleboel nieuwe dingen. Maar vandaag zijn we hier om een kijkje te nemen naar de dojo hier op ons eiland Hokori. Want Ruben heeft er hard aan gewerkt om het zo ver mogelijk af te maken en... het is echt heel erg tof geworden. Dus vandaag gaan we er eventjes naar kijken. Wil je nou meer Kingdom zien? Laat dan eventjes een likeje achter. Want ik heb gehoord dat aflevering 105 bijna af is. Oké, let's go. We gaan hier naar binnen natuurlijk. Mocht je het nog niet weten, dit is waar de dojo staat in Fenrir. In het nieuwe landschap van Hokori. Hele toffe beeld. En je ziet hem daar eigenlijk ook al shine op die heuvel. Ja, ik vind het er gewoon echt heel erg tof uitzien. Zeker als ik dit hele plaatje zie. Het is gewoon echt heel erg vet. We gaan hier naar binnen. Want dit is de ingang naar de dojo. En als we dan binnenkomen dan... kijk eens aan. Het is ook gewoon al knus ingericht. Dat is wat ik graag zie. Daar word ik heel erg blij van. Dan zijn we binnen hier bij de dojo. En misschien kun je je nog wel herinneren een lange tijd geleden een livestreampje waar we bijvoorbeeld dat pleintje hebben aangelegd. Maar nu is de sfeer helemaal compleet. Alles is mooi aangekleden rondom dat pleintje. Een mooi tuintje. Het stroompje gaat hier al rond. Het watertje, het meertje. We hebben hier natuur. We hebben een heel bos met sproesbomen hier. Dus er is zelfs eentje omgedonderd. Gelukkig niet de wolf omgegooid. Maar ja, dit ziet er gewoon heel erg chill uit. Ja, ik geniet altijd wel echt heel erg van landschap en details zoals dit. Dus ja, dikke props. Volgens mij heeft Pelle hier zelfs nog een stukje mee geholpen. Ja, ik vind het gewoon heel erg tof. Ik vind het heel tof. En zeker ook het waterstroompje dat doorloopt. En hier zelfs met een brugje overheen gaan wij kijken hoe en wat. Ja, is gewoon heel erg chill dat we dit stroompje hier zo hebben. En dat loopt dan rustig verder door helemaal daar naar beneden toe. En zoals je ziet, heel het stroompje is goed gedecoreerd. Want kijk nou eens wat een uitzicht, jongens. Overal zitten mooie plantjes, detailtjes, steentjes hier en daar. Hartstikke tof. En natuurlijk allemaal die custom trees, wat er gewoon heel erg vet uitziet. Nou, dan hebben we hier natuurlijk het grote plein waarop getraind kan worden hier zo in de dojo. Wat echt heel erg tof is geworden. Maar voordat we naar boven gaan naar de dojo zelf, gaan we eerst even goed rondkijken wat hier allemaal is. Nou, één ding wat er al een tijdje was, dat is dit standbeeld van de panda. En die is in een soort bamboebos staat. Die helaas hebben we natuurlijk nog niet de nieuwe bamboe van Minecraft 1.14. Dat zou echt heel tof zijn. Maar helaas is Kingdom nog op 1.12. Dus moeten we het nog met sugarcane doen. Maar in ieder geval is deze panda, die staat voor de vrede. Die staat hier lekker relaxed een bamboestengeltje te slurpen, te eten. I don't know. Hij is lekker bezig in ieder geval. Heel lekker rustig hoekje om te mediteren is natuurlijk ook heel belangrijk. Dan hier zo, ook heel belangrijk voor deze dojo waar een meester zwaardvechter waarschijnlijk woont. Is een smid en ja, die is hier zo tof helemaal ingericht. Vorige keer ook al laten zien, maar laten we hem gewoon eventjes checken. Hier is een dingetje, hier is waarschijnlijk ja, even lekker vuurtje stoken. Hier kan je het zwaard opgooien en even hameren, gok ik. En genoeg water in ieder geval om het af te koelen. En nog een bovenverdieping. Even kijken. En ook daar is het helemaal ingericht. Wat top, wat top, wat top. Ja, dat is dus de smid die hier zo staat. Waar dus alle wapentjes gemaakt kunnen worden. Want ook dat is natuurlijk wel belangrijk hier zo. Dan dit hele deel aan deze kant is er nieuw bijgekomen. Wat echt heel erg tof is geworden. Zoals ik al zei, lekker veel natuur, veel details. Het stroompje water dat hier uitloopt. En dan hebben we ook nog een watervalletje uit de rots. En het water stroomt zelfs nog een stukje verder door. Maar ja, gewoon al deze kleine detailtjes die er zijn. Het is gewoon echt heel erg tof om naar te kijken. Want overal is wel iets wat je kan zien. Ja, gewoon dit hoekje. En dan denk je misschien, wat staat hier? Want dat is een deel van de trainingsbaan. Het trainingsparcours wat eigenlijk hier al begint. Waar je een beetje doorheen moet manoeuvreren om ja, beneden te komen.
En dan, ja, de trainingsparcours leidt dus daar naar beneden. En dat is denk ik een soort boogschietparcours. Want hier kan je dus, huppakee, naar beneden rennen. Dan kom je hier zo aan en dan heb je hier een soort van doelwitten die je kan raakschieten. Eens kijken of je ze allemaal binnen een bepaalde tijd kan raken. Hier hebben we ook nog allemaal palen waarop je kan balanceren. Hier hebben we ook nog een heel stuk bij staan. Kortom, eigenlijk overal details te vinden. Zelfs een waterstroompje dat naar buiten leidt. En hier ook iets waar je naar binnen moet klimmen. En dan kan je genieten van een taart. Dat is de beloning, I guess. Dus de eetzaal. Je moet goed je best doen om hier in de eetzaal te komen, blijkbaar. Echt even flink je best doen. Maar ja, op zich is het wel een tof idee. Ik vind het in ieder geval een tof gebouw geworden. Breekt eventjes dat muurtje wat meer op. Ja, en gewoon dit hele plaatje, als je nu dit plein ziet, is gewoon heel erg chill. Nou ja, het waterstroompje stroomt hier naar buiten. We moeten alleen hier nog wel wat veldjes aanleggen, want het reisveld houden nu daarop, waardoor dit er opeens heel kaal uitziet. Moet wel een beetje worden opgevuld, maar voor de rest ziet het er allemaal heel erg chill uit. En dat betekent dat er eigenlijk nog maar één plek over is. En dat is de dojo zelf. En die is echt heel erg tof geworden. Daar heeft Ruben heel hard aan gewerkt. Die heeft eigenlijk dit hele project overgenomen. Nadat ik er gestart mee was. Maar een beetje vast kwam te zitten in mijn eigen inspiratie. En dat heeft hij echt heel goed overgenomen. Zoals we hier meteen zien, de ingang van de dojo. Ik moet zeggen, hij heeft dus de echte lantaarns met lichtdingetjes die Minecraft ook echt licht geven. Beetje gecombineerd met deze gouden belletjes. En het effect is echt heel erg tof. Ook heeft hij hier rode concrete gebruikt in plaats van de redstained clay. Waardoor het net wat nieuwer en shinier eruit ziet dan de rest. Wat op zich wel past natuurlijk bij dit grote belangrijke gebouw hier zo. Het is nog niet helemaal af zoals je kan zien. Het is nog niet helemaal ingericht. Maar ja, de hoofdstructuur staat hier toch al wel. Het moet nog wel gedetailleerd worden. Want zoals je ziet, het is nog een beetje kaal hier zo. Er staat hier ook nog wol en alles. Maar de basis is zeker aanwezig hier. Heb je ook best wel een mooi plekje om uit te kijken over de dojo zelf een beetje. En nou ja, vooral over deze boom dan. En ja, je hebt dus meerdere gebouwtjes. We hebben hier de ingang met deze standbeelden die het bewaken. We hebben een hele grote binnenplaats waarvan alles en nog wat is. En echt een flink uitzicht over het bos daar zo. Maar ook de swamp hier beneden en het verlaten dorpje in de swamp. En de schedel in de swamp. En zelfs het dorpje boven op de klif kan je vanaf hier nog net zien liggen. Kortom, je hebt echt wel een tof uitzicht hier. Dan hebben we hier een gebouw staan. Ik weet niet of er al een ingang is. Zo te zien niet. Dit is een van de zijgebouwtjes. En dan hebben we hier nog het grote hoofdgebouw. Maar zoals ik net al zei, het is helaas nog niet ingericht. Dus dat moet allemaal nog komen. Maar ja, het is in ieder geval echt een flink groot gebouw met meer dan genoeg ruimte. En ja, het ziet er gewoon echt, echt heel erg tof uit. Een vette grote dojo hier zo midden in het land van Hokori. In de nieuwe Fenrir-stijl die ik persoonlijk echt, echt enorm tof vind. Dus ik kan ook niet wachten tot we steeds meer van dit gebied af hebben. Zodat we dit vooral ook kunnen gaan gebruiken. Want ja, ik vind deze stijl er echt heel erg tof uitzien. En de dojo is echt precies wat ik graag had gewild dat die zou worden. Dus dat heeft Ruben echt heel goed gedaan. Want ik heb niet heel veel sturing daarin gegeven. Maar het is precies wat ik wilde. Dus echt heel tof dat we nu zo'n toffe dojo hebben. En ondertussen wordt er ook hard verder gewerkt aan de rest van dit gebied. Maar daar gaan we voor nu nog eventjes niet naar kijken. Dat houden we nog even lekker voor een volgende keer. Mocht je dit nou weer een leuke video vinden, vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Abonneer zeker op Edeldie voor meer. En laat het weten als jij meer Kingdom wilt. Laten we dan eventjes kijken of wij een leuke likes aantal kunnen halen. En wie weet, binnenkort dus de nieuwe aflevering 105. Ik zie jullie graag daar. Bedankt voor het kijken. Check ook de andere video's. En zoals altijd, tot doei!